En super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Mocht je het gemist hebben, normaal komt er op dinsdag altijd een weekvlog online van mij. Maar op het moment dat deze video online komt, ben ik in Sicilië, op Sicilië. Dus eventjes geen weekvlog, maar binnenkort komt daarvan wel een hele leuke vlog online. En voor nu heb ik, al zeg ik het zelf, ook een leuke video voor jullie. Namelijk een shopvlog met heel veel zomerjurkjes. Ik heb ook eindelijk slippers gevonden, wat voor mij echt een enorme struggle is. En ik heb ook een beetje make-up besteld bij Bougie Shop. En het leek me wel leuk om daarmee te beginnen, om het uit te pakken. Dit pakketje heb ik echt net binnengekregen. Oh, ik heb hier echt al heel lang niet besteld, maar wat leuk dat ze er een persoonlijk kaartje bij doen. Zit in een zakje verpakt waarvan ik zou zeggen dat is leuk om voor cadeautjes te gebruiken. Maar er staat wel Bougie Shop op. En de producten zaten nog ingewikkeld in bubbeltjes plastic. Waarvoor ik bij Bougie Shop ging bestellen is omdat mijn gezichtspoeder op was. En ik gebruik echt al, nou, inmiddels een paar jaar. Die van Mehema, die vind ik heel fijn. Maar laatst had ik de poeder van mijn schoonzusje geprobeerd. En die had dus de Coty Airspun Loose Face Powder. Ik heb geen idee of ik het allemaal goed uitspreek. Allereerst is dit echt een mega pot. Er zit 65 gram in, wat echt veel meer is dan alle andere gezichtspoeders die ik ooit heb gehad. Oh, er zit ook zo'n puff bij. Hij ruikt ook echt enorm lekker en deze poeder hield echt de hele avond mijn gezicht super mat. En als ik make-up draag, kan ik nog wel eens een beetje een vette T-zone krijgen. Dus dat beviel echt heel erg goed. Ik gebruik ook altijd primer en setting spray, mocht je dat afvragen. Maar mijn primer was ook op. En om alles nog langer mat te houden, heb ik deze primer van Wet n Wild, de Photo Focus Face Primer Mat, besteld. En ik heb denk ik nog nooit een Wet n Wild make-up product gehad. Natuurlijk wel gehoord van het merk. Dus heel erg benieuwd. Ik zag een aantal goede reviews. Dus deze ga ik allebei binnenkort uitproberen. Mocht je ervaring hebben met een van deze producten of allebei, let me know. Het volgende wat ik aan jullie wil laten zien zijn mijn nieuwe slippers. En als je eerder een shoplog van me hebt gezien, dan heb je me waarschijnlijk horen zeggen van, ik heb wat bredere voeten. Ik ben op zoek naar slippers of leuke hakken. En aan de hand daarvan kreeg ik de tip dat onder andere ASOS en Zalando schoenen verkopen met wide fit. Dus het voetbed is zeg maar wat breder dan bij een normale slipper. Super chill. En normaal heb ik ongeveer maat 39. Bij slippers zou ik dan maat 40 bestellen voor de zekerheid. Maar volgens mij waren die allebei niet meer op voorraad. Dus uiteindelijk heb ik ze in maat 41 ontvangen. Dus ze zitten wel iets ruimer dan normaal. Maar ik ben al lang blij dat ik gewoon nu slippers kan dragen. En dat ze gewoon comfortabel zitten. Ze komen dus van ASOS. En ik had ze ook in het wit besteld. En dit heb ik helaas al vaker gehad bij ASOS. Dat zodra het pakketje onderweg is, ik mail krijg dat er iets niet op voorraad is. Dus die witte slippers waren toch ineens niet meer op voorraad, helaas. Had ik wel leuk gevonden voor bijvoorbeeld onder dit jurkje. Maar goed, zwart is natuurlijk ook een goede basic. Dus heel erg blij dat ik dit eindelijk heb gevonden. Het grootste pakketje zal ik voor het laatst bewaren. Dat zijn namelijk items van Naked. En ik heb ook een hogere kortingscode voor jullie dan normaal. Maar allereerst wil ik nog even wat items laten zien die ik van Comet Fashion heb mogen ontvangen. Ik denk dat jullie het wel gemerkt hebben, maar de laatste tijd draag ik echt nog meer jurkjes dan normaal. Allereerst omdat het gewoon mega lekker zit. Maar je doet ook één ding aan en je ziet eruit alsof je super veel moeite hebt gestopt in je outfit. Dus van Comet Fashion heb ik vooral heel veel jurkjes om aan jullie te laten zien. Allereerst degene die ik aan heb trouwens. En deze heeft dus lekker korte mouwtjes zoals je kan zien. Is heel mooi uitgesneden. Komt tot boven mijn knieën en zoals je kan zien heeft hij een heel leuk oranje bloemenprintje. Dit is de eerste keer dat ik het jurkje aan heb, maar ik vind hem echt heel erg leuk. Zit heel erg lekker. Ik vind allereerst gewoon dit model jurkjes heel erg chill. Hij heeft dus een beetje mouwtjes. Hij is heel mooi uitgesneden bij de hals. Er zit toch een beetje vorm in de jurk door dit. Hij heeft trouwens ook een onderrokje. Dus don't worry dat je ondergoed of je bikini of wat dan ook doorschijnt. Ik heb oranje trouwens de laatste tijd ook echt ontdekt als kleur. Dus heel erg blij met deze toevoeging ook aan mijn kledingkast. Dan zijn dit denk ik mijn lievelingsitems van de hele video. Namelijk hetzelfde jurkje, maar in twee verschillende kleuren. Dus wit en lila zoals je kan zien. En het is echt een heel mooi stofje met een heel leuk patroontje erin. Comet Fashion verkocht deze in maat S/M en M/L. En ik heb de grootste maat ontvangen. Maar helaas zit het gewoon iets te strak. Ik kan hem gewoon niet heel lekker omwikkelen. Waardoor hij heel laag uitgesneden valt. En de lengte is een beetje kort. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden bij de aanbeelden. Maar de kleurtjes zijn zo leuk. En voor de rest vind ik het echt prachtige jurkje. Zo jammer. Maar voor een medium of large valt hij wel echt klein. En ook doordat je echt precies die overslag aan de voorkant hebt. Ja, valt hij ook nog eens heel erg kort. En het valt nu op beeld nog wel mee. Ik zou hier wel mee kunnen leven. Maar als ik zo van boven kijk,
zie je best wel veel. Meer dan dat ik zou willen. En ik vind het echt een ongelooflijk schattig jurkje. Het patroontje wat erin zit vind ik echt heel erg mooi. De lengte van de mouwtje. Maar als er bij mijn middel echt een paar centimeter meer stof had gezeten, had ik hem wat mooier om kunnen wikkelen. En ja, iets langer had ik dus ook wat chiller gevonden. Dit is wel echt aan de korte kant, toch? Dus heel erg jammer, want anders had ik hem echt zeker gehouden. Kleur is mooi. En de rest van de dingen die ik zei. Maar helaas gewoon iets te klein voor mij. Ik vind hem in het wit denk ik nog leuker dan in het lila. Oh, ik zie wel dat er een draadje loshangt. Die kan je natuurlijk gewoon wegkippen. En hier zie je wel een beetje de overlapping. Hier is een dubbele laag stof zoals je kan zien. En dan bij de mouwtjes niet. En de mouwtjes zitten helaas ook al echt een beetje aan de strakke kant. Ik ben echt niet meer zo heel erg van de wrap dresses als dat ik vroeger was. Maar ik vind deze en die lila zo leuk. Zo leuk. Misschien, maybe I can make it work. Ik weet het niet. Let me know. Dan dit jurkje waar ook weer oranje in zit. Maar dan met ook veel meer zwarte nog tussen. Dus het is wel een wat drukker jurkje. Maar ik vind hem echt heel erg leuk. En deze heeft een wat hogere hals. Wat niet zo heel snel voorkomt, vind ik tegenwoordig bij jurkjes. Omdat vooral met zo'n overslag wordt het wat lager uitgesneden. Bij deze is het natuurlijk wat lager uitgesneden. En dit is ook gewoon fijn om te hebben. Mocht je een wat nettere gelegenheid hebben waar je naartoe gaat. Of je voelt je gewoon prettiger hierin. Dan is dit zeker een aanrader. Want ik vond hem voor de rest ook echt heel erg leuk staan. Er staat echt een goede close-up foto van dit jurkje op de website van Commit Fashion. Maar ik had hem niet helemaal geïnspecteerd. Ik had niet gezien dat er een soort van gouden glitter flakes op zitten. Ik hoop dat je het een beetje kan zien als het licht het zeg maar raakt. Dus toen ik dit jurkje binnenkreeg, dacht ik, ja, dat is niet helemaal mijn ding. Maar nu ik hem aan heb, vind ik het eigenlijk echt heel erg leuk. Voor mijn stijl is het best wel een druk jurkje, hè, doordat je gewoon echt heel veel bloemetjes erop hebt en contrasterende kleuren. Ook dit is eigenlijk een soort overslagjurk, alleen deze hoef je dus niet zelf om te slaan. Hij is getailleerd, wat heel erg lekker zit. De mouwlengte is weer heel mooi. En ik heb hem niet met een knoopje of iets dergelijks dichtgemaakt boven, maar hij zit gewoon best wel hoog gestikt. Heeft opnieuw ook weer een onderrokje. I like it. Dan nog iets praktisch, namelijk dit mondkapje. En Commit Fashion verkocht er meer met allemaal leuke printjes. Dus super functioneel, maar dan zie je er ook nog een beetje leuk uit. En ik moet hem nog in de was doen hoor, dus niet schrikken van hoe ik hem aanraak. Maar ik zie ook dat je hem hier kan verstellen. Dus dat is super chill. Hij heeft er ook nog een ijzertje in zitten. Super handig, want dan kan je hem natuurlijk een beetje bij je neus zo vormen. En doordat hij zwart is, kan je hem ook heel erg makkelijk combineren. En oh my god, pas bij mijn slippers. Ik zei natuurlijk dat dat witte en dat lila jurkje mijn favoriet waren uit deze hele video. Maar misschien is het toch deze bikini. Want ik was op zoek naar een high-waist bikini. En ik heb gekeken bij Naked, bij ASOS, bij nog meer winkels en steeds was het broekje er dan niet in mijn maat en het topje wel of andersom. En toen keek ik bij H&M, waar ik vroeger trouwens echt heel vaak mijn bikinis heb gekocht en de kwaliteit beviel me altijd heel erg. Maar in de tussentijd had ik er al heel lang geen bikini gekocht en toen zag ik dus deze. En het moet een beetje je ding zijn. Ik kan me voorstellen dat mensen het ook niet zo leuk vinden, maar lichtblauw is de laatste tijd echt een van mijn lievelingskleuren geworden om te dragen en ik vind het printje heel erg leuk. En je hebt bij de zijkant dat je het elastiek zeg maar zo op kan trekken. Dus je kan hem wat meer high-waist maken of wat hoger bij de benen. En dat kan je echt een beetje naar je smaak verstellen. En ze hadden trouwens ook een niet-high-waist variant hiervan. En ze hadden ook twee verschillende topjes. Dus je kan een beetje mixen en matchen. Maar ik vond dit echt een hele leuke set. En bij het topje heb je dus ook op de voorkant dat je het een beetje zo aan kan trekken en de achterkant. Dus je kan de bandjes niet verstellen door middel van zo'n dingetje wat je vaak bij BH's hebt. Maar wel door dit een beetje uit en in te schuiven. Er zaten trouwens cups in het topje, maar die heb ik er zelf uitgehaald. Dus dat kan je ook naar smaak doen. En ik vind deze echt heel erg leuk. Ik kan niet wachten om deze te dragen. En waarschijnlijk op het moment dat deze video online staat, heb ik deze al gedragen en mee gezwommen. En dat was het van H&M. Dan gaan we denk ik door naar de items van Naked. Zoals ik zei heb ik een hogere kortingscode voor Naked dan normaal. Dat is namelijk About Leonie 30. En dan krijg je dus in plaats van 15% 30% korting. En het is niet alleen geldig op Naked eigen merk. Waarvan de meeste items zijn die ik heb ontvangen. Maar bijvoorbeeld ook op Levi's, Mango,
van alles. En deze code is geldig tot en met de 8e. Dus mocht jij nog zomerse items zoeken of stiekem al wat herfstdingen willen kopen, dan kan je de code gebruiken. En mijn linkje staat natuurlijk ook in de beschrijving. En het eerste item van Naked. Nee, ik wil deze als eerste laten zien. Deze heb ik al een paar keer aangehad. En dit is een heel leuk roze jurkje. Dit jurkje heb je ook al voorbij kunnen zien komen in een vlog. Deze heb ik echt al een aantal dagen gedragen. En hij ziet enorm lekker. Ik vind de kleur ook heel erg leuk. En ik vind het een heel fijn stofje. Is wel wat transparanter. Dus meer het stofje zou ik omschrijven als iets wat je over je bikini gooit. Maar ik heb deze gewoon hier over straat gedragen. Lekker naar de supermarkt. En hij heeft dus wel lange mouwtjes. Maar hij is wel nog steeds heel erg luchtig. En deze kan je echt alle kanten op stylen met nette schoentjes eronder. Of sneakers eronder. En allerlei tasjes staan er leuk bij. Veelzijdig en comfortabel jurkje dus. Dit jurkje heb ik dus al een paar keer aangehad. En ik heb het bovenste knoopje meestal los. Ziet er toch iets meer casual uit. En ik vind deze kleur roze echt heel erg leuk. Ik weet niet of ze hem ook in andere kleuren hadden. Wat ik wel eventjes erbij wil zeggen is dat hij wel een beetje transparant is. Dus mocht je het echt op safe willen spelen, dan zou ik er huidskleurig ondergoed onder dragen. En je kan dus ook een beetje gewoon je figuur er doorheen zien. En ik weet 100% zeker dat dat de bedoeling was. Gewoon aan het stofje is dat te merken. En dit is echt zo'n lekker jurkje voor bijvoorbeeld over je bikini. Ja, dat het een beetje doorschijnt maakt mij niet uit. Maar ik dacht, ik zeg het er toch eventjes bij. Deze ketting komt trouwens ook van Naked. En Naked heeft echt een hele leuke collectie met sieraden. Waaronder dus deze ketting. Maar ik heb ook al eerder leuke oorbellen ontvangen. Ze hebben fijne tasjes. Volgens mij hebben ze ook van die leuke klemmen voor in je haar. Dus echt een aanrader om daar ook een keer tussen te kijken. Want ik vind de kwaliteit altijd heel erg goed. Maar het zijn wel nog steeds fijne prijzen. En al helemaal natuurlijk als je er lekker een kortingscode tegenaan gooit. Daarnaast verkopen ze ook zonnebrillen. En ik had verwacht dat deze wat groter uit zou vallen. Want ik vind de vorm van zo'n zonnebril wel echt leuk. Maar doordat hij wel smal is, geeft hij echt een andere look dan dat ik zou willen. Ik wilde gewoon een ovale zonnebril die ook lief zou kunnen staan. En ik vind deze gewoon te hip misschien. Of zo. Ik weet het niet. Ze hebben hem in ieder geval dus in het zwart zoals je kan zien. Maar ook met een beetje zo dat bruine printje wat je vaak bij zonnebrillen ziet. Dus die vond ik ook heel erg leuk. Zit ik een beetje tussen te twijfelen. Wat me leuker zou lijken. Hij heeft UV 400 protection staat er ook op. Dus de struggle met zonnebrillen gaat door. In mijn laatste unboxing zat trouwens echt wel een hele leuke zonnebril van Comet Fashion. Die een beetje op zo'n ronde Ray-Ban lijkt. Die bevalt me wel goed. Dus die gaat sowieso mee op vakantie. En het volgende heb ik nog niet uitgepakt. Maar dit is mooi. Ik had laatst op Instagram gevraagd wat jullie lievelingskleur is. En mijn is qua kleding dus echt lichtblauw. Lila staat ook erg hoog op mijn lijstje. Ik heb deze nog niet gepast, maar ik heb dus echt zulk leuk ondergoed besteld bij Naked. En ik heb wel vaker bralettes van hun gehad die echt heel erg bevielen. Maar eigenlijk al een tijdje niet tussen de lingerie gekeken. En toen keek ik laatst en toen zag ik zoveel leuke dingen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe deze zit. Ze hadden hem ook in lichtgeel. Vond ik er ook heel erg mooi uitzien. Maar hoe lief zijn gewoon die bloemetjes die erin zitten. Het is mooi afgewerkt met kant. Je kan de bandjes verstellen. Je kan deze band verstellen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat zitten. Maar ik vind het er echt heel erg mooi uitzien. Dan gaan we door naar nog iets moois. En dat is dit roze jurkje opnieuw. Maar wel heel anders dan de vorige. Deze komt uit een influencer collectie. En ik vond heel veel items van deze collectie mooi. Lisa Jansson. En dan is dit denk ik haar influencernaam. Ik ken haar niet, maar ik had deze mooie jurk onder andere gezien. En een witte blouse die een beetje deze stijl is. Maar zoals je kan zien is het een beetje een shiny stofje. Met een hele mooie bloemenprint erin. Hij heeft pofmouwtjes. En hij heeft een laag uitgesneden rug. En je moet dus zelf die touwtjes knopen. En het ziet er echt zo sierlijk uit. Ik kon hem helaas alleen niet super goed aan laten zien. Omdat ik alleen thuis ben. En ik kan natuurlijk die touwtjes niet zelf op mijn rug knopen. Dus ik kan ook niet wachten om hem aan te zien en dat hij wel echt goed zit. Maar ik zal alsnog de aanbeelden laten zien en eventjes een foto in beeld plakken van de Naked website. Maar dit is ook een van mijn favoriete items van deze video. Ik weet niet hoeveel jullie aan dit aanbeeld gaan hebben, want ik kan natuurlijk de rug niet vastmaken. Dit is net als het andere roze jurkje een maat 40, maar die zit eigenlijk bij mijn buik wel een beetje strak. Dus mocht je deze leuk vinden, dan zou ik overwegen om een maatje groter te bestellen. Ondanks dat je natuurlijk het hier zo strak of los maakt zoals je zelf wil. Ja, hier heb je eigenlijk niet zo heel veel controle over. Maar ik vind het stofje echt prachtig. En sowieso deze influencerlijn van Naked had heel veel mooie items. Ik zal eventjes een foto in beeld plakken van de achterkant. Het is best wel een poppig jurkje natuurlijk. Door de kleur, maar ook door de pofmouwtjes. Doordat hij een beetje glanst. Doordat er bloemetjes in zitten. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Hij is ook trouwens wel kort, moet ik er ook bij zeggen.
Maar prachtig om mee uit eten te gaan of zo. De halslijn is natuurlijk heel erg mooi. I love it. Natuurlijk zit er ook nog iets lichtblauws in deze video. Namelijk deze body. En deze is ook van een influencer collectie. Denae X Naked. En ik laat het kaartje maar eventjes erbij zien. Want ik ben bang dat ik namen verkeerd uitspreek. Maar echt een hele mooie body. En volgens mij dat ze hem in verschillende kleurtjes. Ze hebben hem volgens mij ook in iets verschillendere versies. Met bijvoorbeeld wel een beugel erin. Want dat heeft deze niet. Het is dus een body gewoon met drukknoopjes aan de onderkant. En zo een string achterkant. Als je vaker een shoplog van me hebt gezien. Dan heb je mij waarschijnlijk horen zeggen dat ik echt van t-shirts hou. Met langere mouwtjes zeg maar. Oversized modellen. Maar ik was nog op zoek naar een aantal items voor als het bloedheet is. Of voordat ik eens op vakantie ga. En een van die items is deze lichtblauwe body geworden. Kan er een BH onder dragen. Hij heeft ook wat dikkere bandjes. Dus dat draad zou je dan ook niet zien zitten. En ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik draag de laatste tijd helemaal niet meer zo vaak. Ja, maar mocht je het nodig hebben, dan geeft dit shirt dus wel een beetje een lichte support. Hij heeft hier van die lijntjes lopen. Deze body is gewoon echt goed over nagedacht. Ik vind de bandjes heel mooi. Ik vind de vorm heel mooi. En natuurlijk de kleur. Dan een wat meer comfort slash functioneel item. Gewoon wat meer voor in huis. Maar hij is ook wel leuk voor buiten de deur. En dat is dit broekje uit de Naked Reborn collectie. Het is zo'n heel comfortabel broekje met een elastieke band. En die rekt dus lekker mee zoals je kan zien. En dan is dit het stofje. Zou je straks ook nog een goede close-up van zien. Volgens mij hadden ze dit broekje ook wel in verschillende kleurtjes. Maar ik had geen basic zwart broekje meer. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze weer heb. Ook heel erg chill voor bijvoorbeeld naar het zwembad. Maar ook heel chill voor in huis. Zo ga ik de short waarschijnlijk veel dragen. Gewoon lekker in huis. Met een oversized shirt eroverheen. Hij zit voor de rest echt goed. Lekker high waist ook trouwens. En hij is bij dat gedeelte echt heel stretchy. Ik zou het wat leuker vinden dat mocht ik hem echt over straat. Nou ja, ik ga hem waarschijnlijk wel over straat dragen ook hoor. Maar als hij toch iets losser zou vallen. Maar in mijn figuur is dit gedeelte gewoon wat voller. Mocht je een andere bouw hebben, dan valt hij waarschijnlijk iets anders bij. Ik vind hem ook niet super kort. En dit is dus hoe het stofje ervan dichtbij uitziet. Nogmaals, de linkjes staan dus in de beschrijving. En mijn code voor Naked is allaboutleni30. Geldig tot en met zaterdag. Dan hoop ik dat je dit een leuke video vond. Je kan je abonneren op mijn kanaal als dat zo was. Wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk zie ik je snel bij de volgende video. Doei doei!